allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een heleboel nieuwe make-up. Ik heb weer echt van alles en wat vandaag extra leuk is, is het is allemaal betaalbaar. Ik heb allemaal nieuwe betaalbare make-up geshopt en gekregen, ontvangen in PR. En het meeste heb ik gewoon gekocht, by the way. En het zijn allemaal weer nieuwe betaalbare producten. Ik heb laatst ook al zo'n video gepost, maar ik dacht ik ga me gewoon nou richten op de nieuwe betaalbare make-up. Want er is echt weer een heleboel make-up. En ik heb make-up van NYX, Morphe, Real Technique, Revolution, echt van alles. En ik ga het vandaag allemaal plamuren op mijn gezicht. Het is een eerste indrukvideo, dus ik heb nog niks getest, behalve één dingetje. Maar voor de rest is alles echt helemaal nieuw. En ik ben gewoon echt heel benieuwd hoe het vandaag gaat presteren. Want ook weer vandaag, ik heb een afspraak straks. Ik weet nooit waarom ik dit soort testvideo's maak vlak voordat ik een afspraak heb. Maar ik hoop dat het gewoon allemaal goed zal gaan. Maar ik ga ervan uit van wel, want het ziet er allemaal echt heel goed uit. Dus ja, genoeg gepraat. Laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb hier mijn bakje met alle nieuwe make-up. Ik wilde ook voor de video van vandaag een soort van halve vlog maken. Dat ik jullie meenam naar de winkel, et cetera. Nou, ik daar helemaal aan begonnen. Ik naar de winkel. De winkel had gewoon bijna niks. Dat is waarom ik altijd online shop. Fysieke winkels hebben gewoon altijd maar half bak producten. En online heb je gewoon alles. Dus ja, eindstand heb ik daar niet eens echt iets gevonden. Dus heb ik het gewoon allemaal weggehaald. Maar online kon ik gewoon echt een heleboel vinden. Maar goed, het eerste product is een primer. En die heb ik al gebruikt, want ik wilde hem eerst een aantal keer testen om echt mijn mening te weten. En dat is deze. Dit is de NYX Plump Right Back Primer en Serum. Nou jongens, dit is een primer die ik heel vaak online heb voorbij zien komen. NYX is uitgekomen met allemaal van dit soort nieuwe producten. En deze primer scheen dus echt heel erg goed te zijn. Het is de Plump Right Back with Electrolytes. Online staat dat er 5 electrolyten of zoiets en vitamines in zitten. En ook hyaluronzuur, vitamine E, provitamin B5, magnesium en potassium. Nou, dat is een heleboel. En dit moet dus echt je huid wat verlichten, plumpen en je make-up langer en beter goed laten zitten op je gezicht. En dat doet het allemaal. Ik vind deze zo fijn. Ik heb ook een beetje een droge, matte huid. En het laat mijn gezicht weer een beetje stralen. Ik voel ook dat mijn gezicht helemaal zo strak wordt getrokken op een goede manier. I love it. Het is gewoon zo wittig. En mijn make-up brengt er echt een topje op aan. Dus jongens, ik begrijp echt de hype. Ik vind hem ook heel fijn. NYX is killing it altijd met de primers. I love it, jongens. Echt een hele, hele fijne primer. Ik heb vandaag geen nieuwe foundation. Dus ik ga in met eentje die ik al heb. En aangezien het een betaalbare video is, ook een betaalbare foundation van L'Oreal. De Infallible Fresh Wear in de kleur Mille Honey 235. Ook echt een van de beste betaalbare foundations. I love it. Alleen, ik mis een beetje een kleur die echt goed matcht met mijn huidskleur. Ik heb nou de kleur Mille Honey, maar hij is toch iets te rozig voor mijn huidskleur. Maar ja, ze hebben niet echt een kleur die matcht met mij. Als jij mijn huidskleur hebt en hem hebt, let me know welke kleur jij hebt. Want ik ben eigenlijk op zoek naar een andere kleur. Nou, dit ziet er allemaal op topje uit. Dan heb ik hier een nieuwe cream bronzer. Dit is de Catrice Holiday Skin Serum Bronzer in de kleur 010 Escape to the Beach. Dit is een heel apart product waar ik echt heel benieuwd naar ben. Ik ben er een beetje sceptisch over. Ik ben echt bang dat het mijn gezichtsmake-up gaat verpesten. Maar we will see. Ik heb de kleur 010, maar er is ook echt maar één kleur. En het is dus een serum bronzer. Je kunt het dus gewoon als cream liquid bronzer gebruiken. Maar er staat online. Je kunt het ook als bronskleurige highlight gebruiken. Of mengen met je foundation voor een meer glowy tint. Dus ja, het is wel een product dat je op verschillende manieren kunt gebruiken. Maar ik ga het gewoon vandaag gebruiken als bronzer slash contour. En het moet een mooie zomerse bronzy glowy look geven aan mijn huid. Nou, daar hou ik van. Ik hou ervan om er mooi bronzy uit te zien. Dus ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd naar de kleur. Ik heb geen idee. Er was maar één kleur. Kleur. Kijken, ik breng gewoon een beetje hier aan. Oké, ik moet zeggen dat de kleur er op zich wel oké uitziet. Ik gebruik mijn Make-up Studio 35 Stippling Brush. Deze is ideaal voor cream bronzer of cream blush, etc. Ik pak gewoon echt een heel klein beetje. Ik weet ook niet hoeveel ik kan gebruiken. Oh, het geeft niet heel veel kleur af. Ik denk dat je best wel gewoon wat kunt aanbrengen. Het is een lichtere kleur dan dat ik had verwacht. Oké. Het voelt heel dunnig aan, een beetje waterig. Maar de kleur is wel oké. Het voelt echt aan alsof ik gewoon water aanbreng. What the F. Het is wel een beetje een oranje kleur. Het voelt ook een klein beetje plakkerig aan op mijn gezicht. Een beetje viezig of zo. Ik hoop dat het gevoel wel weggaat. Oké, ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik vind de kleur iets te oranje. En nogmaals, het voelt een beetje plakkerig en viezig aan op mijn gezicht. Ik ga er even overheen met mijn spons. Het heeft ook niet heel veel pigment, dus je moet wel wat product aanbrengen. Ik weet het niet, wat vinden jullie? Ik vind het op zich hier wel mooi. Het is wel daar een beetje mooi gebronsd. Ik vind het hier alleen niet zo mooi. Hier is het een beetje
patchy geworden of zo. Ik weet niet, is dit een product dat ik nog zou gebruiken? Als ik al zo twijfel, is het wel vaak een nee. Maar ik moet zeggen dat het er niet vreselijk uitziet op mijn gezicht of zo. Nou ja, ik ga gewoon verder. Ik heb een nieuwe concealer van Morphe. Dit is de Morphe Filter Effect Soft Radiance Concealer. En ik heb hem in de kleur Light 8 Warm. Ik ben echt heel benieuwd naar hun concealer. Dit is dus hun nieuwe, want ze hebben al een andere. Deze heb ik ook. En deze vind ik heel fijn. Deze heeft echt een volledige dekking. Is echt heel mat. Heel fijn als je een vettige huid hebt, wat ik niet heb. Maar alsnog vind ik hem heel fijn. Ik gebruik die altijd bij Full Glam Looks. En dit is dus een concealer die meer hydrateert. Heeft een medium dekking in plaats van een complete dekking. Qua verpakking, het lijkt wel op die andere. Kijk, ze lijken een beetje op elkaar. Alleen deze is ietsje groter of zo. Maar volgens mij wel gewoon evenveel. 3.8, 4.5. Oh, deze heeft meer zelfs. Ik dacht dat deze meer zou hebben. Oké, deze heeft wel iets minder product. Er staat dat hij hydrateert en voedt. En dat hij sweatproof is, creaseproof is. Dus dat hij echt de hele dag goed blijft zitten. En dat is echt een grote claim. Nou, ik ben benieuwd jongens. Ik had hem ontvangen in PR in een veel te donkere kleur. Dus ik heb hem gewoon opnieuw besteld bij Douglas in een lichtere kleur. Die er op zich wel gewoon goed uitziet. Ja, ik denk dat deze kleur wel goed is. Deze applicator is heel fijn. Hij brengt het echt top aan. Wauw, deze concealer is mooi. Hij is veel beter dan die andere van hun. Die andere van hun is toch wel een beetje dikkig en een beetje droog. Maar deze is super mooi. Hij heeft echt een mooie dekking. Hij is ook heel mooi, niet heel glanzend of zo, maar hij heeft een beetje een naturel finish. Heel mooi. En ik vind ook echt dat hij hydrateert en goed aanbrengt. Ik vind hem heel fijn. Ik heb in een lange tijd niet meer zo'n goede concealer gevonden. Wow, ik ben echt een beetje enthousiast erover. Ik ga even een beetje deze cream bronzer terugbrengen, want door de concealer gaat hij altijd een beetje weg. Maar ik ben echt heel blij met deze concealer. Wow, ik ben echt een beetje in shock. Ik had niet verwacht dat ik hem zo goed zou vinden. Ik had nog in mijn hoofd van, waarom brengen ze een andere concealer uit? Ze hebben er al eentje, Maar dit is wel echt een betere versie, wauw. En dan heb ik nog een cream product en dat is een cream blush. Dit is de Makeup Revolution Fast Base Blush Stick in de kleur Peach. De kleur is al wel heel mooi, de kleur Peach. Ze hadden echt best wel wat kleuren en je kunt het gewoon zo omhoog draaien. Er staat dat het heel glowy is. En dat is het inderdaad echt. De kleur lijkt heel mooi. Ik hoop niet dat hij te licht gaat zijn voor mij. Als ik één ding heb geleerd met dit soort sticks, is het brengt ze niet gelijk zo aan op je gezicht. Want je gaat de hele make-up eronder eraf halen. Dus wat ik doe is, ik pak gewoon altijd mijn kwast. En dan pak ik gewoon zo een beetje eraf. Het is wel echt heel makkelijk in gebruik. En dan gewoon zo aanbrengen. De kleur is echt heel mooi. Ik hou wel van een mooie glanzende blush. Ik moet wel zeggen, hij ruikt niet lekker. Maar ja, whatever. Dat hoeft ook niet per se. Hij brengt makkelijk aan, joh. Ik hoef amper te blenden. Het blendt gewoon vanzelf. En de kleur is echt prachtig. Ik breng best wel veel aan, want ik ga er nog overheen met poeder. Heel mooi. Het is wel een beetje plakkerig, dat wel. Maar ik hoop dat als er wat poeder op zit, het niet meer zo plakkerig gaat zijn. I like it! Wow! Ik had hier allemaal niet van verwacht dat ik het zo goed ging vinden. Echt een hele frisse look. I love it. Dan gaan we verder met poeder, nieuwe poeder. Dit is de Morphe Bake & Set Fixing Poeder. En ik heb hem in de kleur Brightening Pink. Ik weet dat ik deze poeder ooit al heb gehad in een andere kleur. Ik weet alleen niet meer zo goed wat ik ervan vond. Ik denk niet heel slecht, want dat onthoud ik altijd wel. Volgens mij vond ik hem wel oké. Nou ben ik gegaan voor Brightening Pink, omdat hij dus brightent. Ik had dus op TikTok een video gezien dat iedereen allemaal van dit soort lichtroze poeders gebruikt. Omdat het dan hier zo helemaal wordt verlicht. Ik heb een huid met echt een hele gele warme ondertoon. Roze is niet een kleur waar ik voor ga qua gezichtsmake-up. Maar ja, ik dacht bij iedereen is het hier zo mooi verlicht en brightend. Dat ik dacht, nou dat wil ik ook gaan proberen. Dus vandaar dat ik hem weer heb gehaald, maar nu in een andere kleur. Ik haal altijd dit dingetje er gewoon uit. En dan is dit de poeder, zo heel licht roze. Wow, de concealer was wel echt heftig aan het creasen. Ik hoop dat als ik het heb gezet met een poeder het niet meer creased. Ik verwacht nu dat het hier zo helemaal mooi wordt verlicht. Oké, jongens, is het hier verlicht? Volgens mij echt wel een klein beetje. Het is ook allemaal heel mooi mat geworden. Ik vind die poeder gewoon wel goed. En ondanks dat hij dus licht roze is, heeft hij niet zo'n lelijk roze waas achtergelaten of zo. Het is echt heel, wow, het is echt heel smooth. Oké, dit vind ik wel fijn. Ik vind het een fijne poeder. Ja, en ik heb ook wel echt het gevoel dat hier een beetje is verlicht. Dus deze poeder is ook echt toppie. Next up is nog een contour, maar dit is gewoon poedercontour van Catrice. Dit is de Catrice 3 Steps to Contour Palette.
Dit is een klein schattig contour paletje van Catrice. Deze heb ik gehaald toen ik dus naar de kruidvat was. Ik zag hem en ik dacht, ik weet niet of die er al lang is. Of hij is nieuw of whatever. Volgens mij is hij niet nieuw met I'm Not Sure. Maar ik dacht, ik wil hem gewoon proberen. Ik ben altijd op zoek naar iets goeds qua contour. En ik haal niet heel veel nieuwe contourproducten. Dit zijn dan de drie kleuren. Je hebt een contourpoeder, een bronzerkleur en een highlightkleur. Oké, ik moet alleen wel zeggen dat deze contourkleur waarschijnlijk te licht gaat zijn voor mij. Ik denk dat ik beter hiermee kan contouren. Maar ik ga toch wel gewoon proberen om hiermee te contouren. Wel handig, je hebt zo 3-in-1 contour, bronzer, highlight. Ja, het is te licht voor mij hoor. Het is een beetje grijzig of zo. Maar misschien dat het wel werkt. Ik moet wel zeggen dat het heel creamy aanbrengt. Het blendt op zich ook wel goed uit. Alleen die kleur, nee man. Het is veel te grijs voor mij. Je moet echt een lichtere huidskleur hebben hiervoor. Ik ga in met deze bronzerkleur. En dan ga ik daar gewoon een beetje overheen zo. Ik denk dat als ik die twee kleuren zo mix, dan heb ik mijn perfecte contourkleur. Oké, nou heb ik echt superveel contour gedaan. Mijn neus is echt snatched. Oké, los van dat je contourkleur niet mijn kleur is, vind ik het wel een heel fijn paletje. Een hele fijne formule. Dan pak ik deze gele highlightkleur. Een beetje een banana kleur. En die breng ik dan zo ernaast aan. Oh, die kleur is ook echt heel goed. Oké, jongens, het gaat vandaag echt goed. Ik had het allemaal niet verwacht, joh. What the F? Mijn neus is echt... Zal ik ook nog die bronzer kleur ook echt gewoon als bronzer gebruiken? Ik heb al gebronsd met die cream bronzer, maar ik vond die niet zo. Dus ik pak deze bronzer kleur weer. En dan ga ik er gewoon zo een klein beetje overheen. Ja, als bronzer is die ook heel mooi. Alle producten waarvan ik dacht, die gaan niet zo zijn, zijn gewoon echt heel goed. I like it. Echt een goed contourpaletje. Oké, een beetje fixing spray. Mijn Max & More fixing spray. Om te hydrateren. Mijn gezicht ziet er tot nu toe echt toppie uit. I like it a lot. I like it a lot. Nou gaan we overschakelen naar de ogen. Dit is de NYX Ultimate Queen 16 Pen Shadow Palette. Dit is een nieuw paletje van NYX Cosmetics. En ze hebben deze kleine, maar ze hebben ook een hele grote. En ze hebben een hele kleine versie. Dus ze hebben 3 verschillende. En ik ben gegaan voor deze. Dus niet de kleinste, maar ook niet de grootste. Ze zijn hier buiten aan het boren. Ze verstoren mijn hele video, mensen. Ze zijn hier aan het boren en ik weet dat deze video verstoort. Dus ik ga niet al te veel meer praten. Dit zijn de kleuren. Hele mooie bruinige, matte en glanzende kleuren. En ik ga hier gewoon even snel een ooglook mee maken. En dan hoop ik dat als ik klaar ben, dit geboren over is. Stiekem wist ik het al, want ik heb al van dit soort paletjes van NYX, maar het is echt geweldig. Kijk hoe mooi dit is. In het echt is het nog mooier dan op beeld. Echt waar, jongens. Die glanzende kleuren zijn zo heftig. Die matte kleuren blenden echt in als boter. Al deze kleine paletjes van NYX zijn echt amazing. Ik ben hier echt heel blij mee. Je kunt hier echt prachtig looks mee maken. Wat ik vandaag een beetje anders heb gedaan dan normaal, is dat ik NYX heb aangebracht op de onderste wimperrand. Ik wil het daar gewoon helemaal leeg houden, want ik wil vandaag een beetje voor een foxy eye look gaan. Dat het een beetje zo omhoog gaat. Dus ik breng hieronder niks aan, terwijl ik dat normaal wel zou doen. Maar het ging echt geweldig. Elke kleur was echt goed. Die zwarte kleur heb ik niet heel veel van aangebracht, maar bracht echt top aan. Heel mooi zwart. Amazing. Echt een aanrader. Dan ga ik ook nog in met een nieuwe eyeliner. Dit is de Catrice Liquid Eyeliner Sensitive. Dit is dus van hun gevoelige ogenlijn en dit is de eyeliner. Ik had ook de mascara, maar die vond ik niet zo. Dus ik ben heel benieuwd hierna. Deze heb ik gewoon online bij Pussy Shop besteld in de kleur 010 Ultra Black, maar er is maar één kleur. En hij is helemaal parfumvrij. Dus hij gaat niet heel snel irriteren. Maar ik ben benieuwd. Laat me openmaken. Zo ziet het kwastje eruit. Het ziet er op zich wel gewoon goed uit. Ik ga even een wing maken. Oh shit, ik had die plakband dingen hier moeten houden. Maar ja, whatever. Toppie! Deze video van vandaag, ik weet niet wat het is, maar deze producten zijn echt allemaal killing it. Echt fantastisch. Het kwastje is super fijn, beweegt lekker mee, maar ook weer niet te veel. Het is heel mooi zwart en mat, zie je dit?
Het bracht echt geweldig aan. Ik vind hem echt heel, heel fijn. I love it. En hij prikt ook niet. Ik heb af en toe dat ze prikken. Echt een fijne eyeliner. Amazing. We gaan verder met een nieuwe, hele hyped up mascara. Deze van Maybelline. Dit is de Maybelline Colossal Curl Bounce Mascara. Oké, deze mascara is helemaal opgehyped op TikTok. Iedereen vindt hem geweldig. Hij moet je wimpers heel mooi omhoog laten krullen. En 24 uur lang goed blijven zitten. Jullie weten van mij, ik heb slechte korte wimpers. Dus ik ben heel benieuwd hoe die ze gaat laten krullen. En of het ook werkt voor iemand als ik. Waar ik wel een beetje van baal is, ik heb hem gehaald bij de Kruidvat. Vervolgens, 1 week later, ontvang ik hem gewoon in PR. Dus nou heb ik er 2, maar die andere ga ik iemand anders blij mee maken. De verpakking is niet echt mijn fave. Beetje groot en lomp en dat witte geel zo vind ik ook niet zo. Kijk, zo ziet hij eruit. Ik ben zo benieuwd. Ik ga wel eerst mijn wimpers krullen, want dat moet echt. Ondanks dat ik hele korte wimpertjes heb, kan ik altijd wel zien of iets goed is of niet. Deze mascara is echt geweldig in balans. Het is niet te nat, niet te droog, niet te klonterig, maar wel klonterig genoeg, zeg maar. En ik zie ook echt dat hij echt een beetje krult en volume geeft. Hij pakt echt heel goed zo elk haartje vast. Dat vind ik heel fijn. Ja, ik vind hem wel fijn. Ik denk dat als je al hele mooie lange wimpers hebt, je het echt geweldig gaat vinden. Mijne zijn gewoon echt gewoon bijna niet te zien. Ik ben echt obsessed met heel deze make-up look. Ik ben er nog niet klaar, maar deze ooglook vind ik echt heel mooi. Ook omdat er zo hieronder niks zit. Heeft een heel mooi foxy look. De wimpers die ik op heb zijn Fab Lash van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Pussy Shop. Mijn wimpers zijn alleen helaas niet meer te koop. Maar als je ze nog hebt, let me know. Ik ben heel benieuwd wie mijn wimpers nog heeft. Maar dit is dus de stijl Fab Lash, de heftigste. Oké, ik heb basically alles al gedaan. Bronzer, blush, etc. Het is nu tijd voor highlighter. Dit is de L'Oreal Light From Paradise Highlighter in de kleur 01 Iconic Glow. Dit is wel echt een hele lichte kleur. Ik weet niet wat mij bezielde om deze zelfstandig te halen. Maar ik dacht, ja, laat me het gewoon proberen. Het ziet er wel een beetje... Het ziet er niet heel mooi uit. Een beetje krijtachtig of zo. Ja, dit is echt... Nee... Dit gaat echt mijn gezicht verpesten. Het is ook een beetje zo rozig. Er is amper een glow. Ik ga het gewoon aanbrengen, maar ja. Oh, wat is dit? Deze video ging zo goed. Een absolute nee. Jongens, ik ga het nee. Ik ga het niet meer aanbrengen. I'm out. Dit is echt niks. Wat is dit? Gewoon krijt op mijn gezicht. Ik ga even snel in met deze Beach Highlighter van Essence. Deze is echt heel mooi. Dit is een glow. En dit is gewoon cheap as Essence. Kijk hoe mooi. En dan ook nog een nieuwe lipgloss. Dit is de Maybelline Lifter Gloss Lipgloss in de kleur 005 Petal. Dit is ook echt een opgehypte lipgloss, ook op TikTok. En ja, iedereen vindt hem heel fijn. Dus ik zag hem liggen en ik dacht, ik haal een leuk kleurtje. En dit leek mij wel een leuke kleur met deze ooglook. Normaal zou ik het aanbrengen met een lippotloodje. Maar voor nu ga ik dat even niet doen, want ik wil echt gewoon de kleur zien. Wow, dit is echt een grote applicator. What the F, net zo'n grote concealer ding. Oh, de kleur is echt gewoon mijn lipkleur, but better. Zie je dat? Het lijkt gewoon heel veel op mijn echte lipkleur. I like it. Hij ruikt ook echt heerlijk. Hij brengt heel fijn aan. Hij heeft ook wat pigment. Meer pigment dan dat je gewend bent van een gloss. Zoals je ziet is het gewoon alsof ik gewoon een full-blown lipstick op heb met een gloss eroverheen ofzo. Het is echt een mix van een lipstick en een lipgloss. Echt een perfecte kleur voor mij aangezien het gewoon letterlijk op mijn echte lipkleur lijkt. Ik begrijp de hype. Hij is wel heel groot. Dat is niet echt heel handig voor in je tas, maar whatever. Heerlijk. Hij voelt super fijn aan. En die geur is echt geweldig. Als laatste fixing spray. Dit is de Real Technique Glow Finish Extender. Real Technique is uitgekomen met allemaal nieuwe producten. Waaronder van dit soort fixing sprays. Die ik heb is de Glow versie. Er staat dat die geweldig is voor de normale tot gecombineerde huid. En heel raar, maar er staat dat het een matte finish heeft. Maar door de vitamine C die erin zit, gaat je gezicht wel stralen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb een normale tot droge huid. En ik hou er wel van als mijn gezicht wat gaat stralen. Maar hoezo heeft die dan en een matte finish en een glowy finish. Maar goed, we gaan het zien. En het gaat er ook gewoon voor zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Hele leuke verpakking, zo felgeel. Oh, echt een heerlijke spray. Echt, het valt gewoon zo op je gezicht. Heerlijk. Hij ruikt naar niks. Het heeft geen geur. Dit is geen matte finish. Ik weet niet waarom er een mat staat, maar in ieder geval, dit is een mooie glowy finish, maar niet heel extreem. Misschien is dat wat ze bedoelen, dat het een beetje een naturel glanzende finish heeft. Niet per se super glowy of heel glitterig of zo, want dat is het wel echt. I like it. Ik vind dat mijn gezicht er heel mooi uitziet. Jongens, jullie gaan niet begrijpen hoe blij ik ben dat het vandaag zo goed is gegaan. Dus ik moest straks weg en ik had echt geen zin om me weer helemaal opnieuw te moeten opmaken. Basically raad ik eigenlijk gewoon bij
bijna alles aan. Het enige wat ik niet per se aanraad is sowieso deze. Dit was echt de faal van vandaag. Super duper lelijk. Niet halen. En deze denk ik ook van ja. Hij was een beetje oranje. Hij voelt niet heel fijn aan op de huid. Zo plakkerig en zwaar. Dus dat vind ik ook niet echt heel fijn. Dus deze twee producten zijn eigenlijk het enige wat ik niet aanraad. Dus ja, bijna alles is gewoon goedgekeurd. Let me know wat jullie ervan vonden beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!